Allereerst gefeliciteerd met je nominatie. Hoe staat het met de zenuwen? Ja, die zijn sterk aanwezig. Ja. Nou, heel goed eigenlijk. Ja, ik ben vrij ontspannen, maar zometeen als het dan opgeroepen wordt, dan denk ik wel dat ik zenuwachtig ben. Ja, zeker. Dan wel. Ja, eigenlijk wel goed. Ik heb een paar biertjes op, misschien zit de taal ook in. Maar ik was afgelopen dinsdag al zo zenuwachtig voor die première die we hadden hier. Dus zenuwen is een beetje mijn basisemotie geworden afgelopen week. Dus ik heb hem wel onder controle. Maar ik denk als ik dadelijk ga zitten dat ik het wel weer spannend vind. Ja. Redelijk. Ze komen in verschillende gradaties voor vanavond. Maar momenteel is het vrij rustig hier binnen. En het filmfestival heeft een nieuwe locatie. Wat vind je van de locatie? Mooi, mooi. Viel me meteen op. Ja, mooi, ruimtelijk, groot. Het heeft allure. Ja. Ik dacht eerst, oh, wat een groot gebouw, wat ongezellig. En toen kwam ik binnen en toen dacht ik, wat geweldig leuk. Al die verschillende zalen en het is hier echt ongelooflijk gezellig. Ja. Ik vind het wel overzichtelijk of zo. Ik vind het wel fijn dat alles hier is. We hebben hier net gegeten, hier straks ook het feest. Ik mis wel een beetje dat neuden, moet ik zeggen. Want ik vond het wel een fijne plek om een lekker sigaretten te roken met z'n allen en zo. Dus dat mis ik dan een beetje. Ik ben er eigenlijk wel heel erg over te spreken. En in mijn hoofd, als ik nu aan het filmfestival dacht, afgelopen week zag ik ook al mezelf door deze gangen wandelen. En de Schouwburg was ik al een beetje vergeten eigenlijk. Nou, deze lopen, die heb ik nog nooit zo vol gezien. Ik vind het boven een beetje... Ik vind wat die Schouwburg was zo lekker intiem, dat was heel erg leuk. En hier moet ik een beetje aan wennen, maar... En wat is jou nou het meest bijgebleven van dit filmfestival? Ja, de première toch wel. Dat was al echt een avond, dat sloeg helemaal nergens op. Het was al spannend en het was leuk. En we kregen een supergoed applaus van zijn hele volle zaal. De film werd heel goed ontvangen. En toen vervolgens druppelde gedurende een uur druppelde al die nominaties binnen. En dat smeren ze natuurlijk uit over een uur tijdens die talkshow. En dat werd echt van leuk tot nog leuker. En uiteindelijk met Gijs Naber en beste film ook nog erbij. Dat was wel heel bijzonder. Ik ben eigenlijk, tot mijn grote schaamte, heb ik heel veel moeten werken. Dus ik ben naar bijna geen films geweest. Maar ik heb Amel de Fokker gezien. En die vond ik echt, ja, aanrader. Ja.